het knooppunt Riekenpolder in Amsterdam, naast de sporen van Schiphol naar Sloterdijk. Aankomend weekend zullen hier werkzaamheden plaatsvinden, zoals het dichtbouwen van de flyover over de A4. En zullen voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden voor de spoorverdubbeling. Door deze spoorverdubbeling kunnen straks veel meer treinen rijden tussen Amsterdam en Schiphol. Aankomend weekend worden de liggers die in de fabriek worden gemaakt hier naar de locatie toegebracht. En die worden met een kraan van 60 meter hoog ingehezen. Omdat de kraan heel dicht bij het bestaande spoor staat en de werkzaamheden ook heel dichtbij daar plaatsvinden, is het om veiligheidsredenen niet verantwoord om de treinen te laten rijden. De grootste uitdaging aankomend weekend is het logistieke geheel. Het aanvoeren van de kraan en ook de liggers over de sporen heen hijsen en alle bijkomende werkzaamheden die heel goed op elkaar afgestemd moeten zijn. In mei 2015 zullen de treinen hier over deze flyover kunnen rijden. Voor nu is het even wat vervelend voor de reiziger, maar in de toekomst kunnen er veel meer treinen van en naar Schiphol rijden. Mocht u dit weekend van plan zijn om van en naar de luchthaven te reizen, dan zal ik zeker voor vertrek nog even de reisplanner raadplegen.